Slippery en wet. Goedemorgen, kijk naar het weer, man. Vandaag hebben we een klein groepritje van het eerste maart weekend. Stempel staat als vlot. Ik wil niet per se zeggen dat het mijn vlot is, maar wow, het rijdt best lekker door. En dat voor het eerste weekend van maart. Zonnetje schijnt, graden of 10. Hey, we mogen niet klagen, jongens. Is ermee gestopt. Mijn acht ligt weg mijn helft, voor de helft. En ik heb oordopjes niet in. Dus wat ik wel weet is dat mijn achterlicht kapot is. Nou is dat geen heel duur achterlicht en kan ik hem waarschijnlijk zo nog een keer bestellen. Maar ik weet niet meer hoe makkelijk het was om hem daarin te krijgen. Hoe onderhoudsvriendelijk hebben we dat geïnstalleerd. En er moet een hoop gebeuren aan de motor na de winter. Maar dit is echt wel bullshit. En ik heb laatst ook al de voorlamp een keer moeten vervangen. Mijn zonnecap ligt los, want ik wel zo'n plastic klemringetje kan ik nergens meer vinden. Lekker zeiken. Pats, pats, jongen. Als het koud is, backfire niet zo mooi, hè. En dan rij je in de tunnel en dan weer een backfire en dat doet hij niet. Autootje voor, hertog Jan. Ik zat te spelen met het idee om hier 2 of 3 video's uit te halen. Moet de GoPro natuurlijk wel gewoon blijven filmen. Ik heb misschien een beetje aan zo. Sorry voor de MT-09. Zo lekker in de woonwijk. Gelukkig is het geen zondag. Dit zijn echt wel de meest interessante straatjes. Ik zal hier maar niet vol gas doorheen trekken. Echo is nu al erg genoeg. Oh, we gaan naar een trashje. Ah. Welkom terug. Laten we hopen dat de GoPro blijft recorden. Bijzonder, hij filmde nog wel, maar toen crashte de hele GoPro, toen ik de recording wou stoppen. Ik ben benieuwd wat hij nou wil doen.
Ik heb hem even ingesteld op naar huis. Dan kan ik namelijk op elk moment afhaken. Net bij de afslag gezwaaid. Goeiedag, tot ziens. Ik ben laat en ik moet naar huis. En daarmee beëindig ik de video hier. Weet wat anders. Ik heb ook geen idee wat hij wel of niet heeft opgenomen. Dat zien we zo meteen. Of morgen. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal wel of niet heeft opgenomen. Voornamelijk van het eerste stuk heb ik geen idee waar hij gestopt is. Hoe vroeg hij geërrord is. Dus ik heb ook geen flauw idee hoe lang deze Nederlandse video daadwerkelijk zal worden. Of is. Want ik weet niet wat hij wel of niet heeft opgeslagen. Maar goed, de rit was fijn. Tempo lag goed. Hier en daar had hij wel iets sneller gemogen, maar goed. Weer is mooi. Motor voelt goed. Spiegel moet gemaakt worden. Achterlicht moet gemaakt worden. Ruitje moet vervangen worden. Genoeg te doen. Nou, dan denk ik toch echt dat ik hem hier beëindig. Ik ga hem nu op stop drukken, want dan crasht hij zo meteen weer. Dan heb ik liever dat hij het bestand afmaakt en een nieuw bestand begint, dat die dan crasht. Dan heb je nog wel kans dat hij iets onthouden heeft. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.